Na 90 jaar trouwe dienst stoppen ze ermee. De machines bij interieurbouwer Van Kessel. Het Eindhovense familiebedrijf dat in 1932 werd opgericht, moet noodgedwongen stoppen. Een emotioneel besluit, maar een opvolger is er niet. En de inmiddels 71-jarige eindverantwoordelijke kan het in zijn eentje ook niet meer bolwerken. Het wordt iedere keer een klein beetje moeilijker lichamelijk. Mijn pezen in mijn schouders zijn afgescheurd. Dat functioneert allemaal niet meer zo goed. Ik heb een ongeluk gehad. Dan kom ik tekort met zeg maar actief werken. En dat doet dan pijn. De machines van het familiebedrijf zijn in sommige gevallen meer dan 100 jaar oud, maar werken nog prima. En daarom zocht Edwin van Kessel de afgelopen jaren dan ook naar een nieuwe bestemming voor zijn apparatuur. Maar in Nederland was dat tevergeefs. Hier hebben we nog een oud machientje waar mijn vader zelf nog in elkaar heeft gezet. Het is een oude schuurmachine met een slijpsteen eraan vast. En hier leven we op het moment in een weggooimaatschappij. En dan moeten die machines ook maar weg, want er is niemand meer in geïnteresseerd. Behalve mensen in Tanzania die met open armen ontvangen. Dat teer ik de laatste tijd van mijn leven nog op. De keuze voor Tanzania komt niet uit de lucht vallen. In 2018 deed Van Kessel in dat land mee aan een fietstocht van 500 kilometer voor het goede doel. Hij kreeg een band met het Afrikaanse land. En de kansarme omgeving waarin de bevolking opgroeit greep hem aan. Gelukkig zie ik ze niet iedere dag, want dan zou ik iedere dag, denk ik, tranen in mijn ogen hebben. Kinderen die worden uit het huis gehaald, stiekem, terwijl de ouders niet willen dat ze besneden worden. En dan worden die meisjes verminkt voor de rest van zijn leven. In een nog op te richten ambachtsschool aan de voet van de Kilimanjaro gaan de machines aan hun tweede leven beginnen. Het moet de bevolking meer toekomstperspectief bieden. Kinderen tussen 12 en 35 jaar die hebben alleen maar in het hoogseizoen, als er iets op het land te doen is bij de boeren, dan hebben ze iets te doen, hebben ze iets om handen. Kinderen die daar het vak leren, die hebben dan ook weer de mogelijkheid om zelfstandig weer iets te gaan ondernemen. Wat zou vader Mathieu hebben gevonden van de actie van zijn zoon? Ik denk dat ik een compliment krijg. Die heb ik vroeger nooit gehad, maar ik denk dat ik hem nu krijg. Mensen waren vroeger niet zo complimenteus. Dat is ook dat is iets wat ik niet geleerd heb, maar ik heb het nooit gehad. Dus kan ik het ook niet geven. En daar hebben de dochters wel eens last van. Op 10 september worden de machines opgehaald. Voor het transport worden nog donaties gezocht. En als alle machines op de plek van bestemming zijn aangekomen, dan kan de deur definitief op slot.